Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie achter mij zien, staan we op een markt en we zijn op een markt in Tsjechië. We gaan hier even op zoek naar vuurwerk, want zoals jullie weten, in de vorige Tsjechië vlogs en zo hebben jullie kunnen zien dat het hier echt zoeken is naar vuurwerk. Dan komt er soms ineens gewoon een tasje van boven en dan komen ze met shells. Dus dat gaan we hier ook even doen. Wat gaan we halen? Ook knallers, hè? Shells. Shells, knallers. We gaan even gewoon naar alles op zoek. Proberen te filmen. En het wordt weer echt een heel karwei om dat voor elkaar te krijgen, omdat ze hier dus heel erg moeilijk zijn met filmen. Ook op dit moment, iedereen kijkt me hier aan. Het is niet normaal. Maar goed, we gaan zo even de markt op. Vergeet alvast die like niet omhoog te doen, jongens. Dat is een goede steun voor deze video's, want het is altijd gruwelijk om te laten zien hoe bizar het is. Het verschil tussen Nederland en hier. Hier, gaat er even een koffertje naar beneden. Wat is dit wel? Hier, moet je proberen. Oh. Flowercrown to green glitter. Salut. We staan hier aan het begin van de markt. Hier is een rotonde. En als je dan naar die kant gaat, heb je een markt. Die kant heb je een markt. De reden waarom ik vanaf hier eventjes film, is omdat we willen altijd het vuurwerk filmen en dan moeten we niet als een soort van halve journalisten met een camera moeten we komen. Dus hier filmen we nu even dit stuk. Deze borden, film maar eventjes. Dat zijn dus de borden van de grens. En hoe bizar is het dat je hier nou gelijk die markt hebt. Ik weet nog dat er hier een keer politie stond, toen ik met Ruben was, dat ze daar aan de overkant vuurwerk hadden liggen. Dus we gaan daar zo meteen ook even kijken. Als ze het niet al gezien hebben dat we met camera's hier staan. Willen jullie gewoon een beeld geven van hoe het hier gaat? En vaak gaat het dus echt dat ze ineens onder de toonbank iets vandaan halen en een heel sneaky, kijk eens, ik heb shells hier. Een cobra nog? Ja, nog cobra. Ik heb nog cobra. Cobra. Oh, ik heb het. Met rust. Oh, vijvers. Hé, Heidi. Ik heb met beton naar beneden. Doe eens even wat meer lager. Ik ben wel benieuwd hoe die. Zijn niet hard, hè? Imitatie, man. Ja. Gewoon door met verkopen. Ja, jongens, check deze pirate. Van Glashek. Hoe ziek is dat, hè? De peuken met dat. Pirate, jongens, van Glashek. Wat als je een portemonnee wil? Even halen, jongen. We moeten 22 terugkrijgen. Wat moeten we terugkrijgen? 22. Bij mij ook even, man. Met een peukie staat die even. Ja. Colosse liedjes. Oud vertrouwd. Ook even kunnen halen, jongens. Ja. En single shots, dumbum. Oh ja. Boom boom. Ziek, hè? Gaan echt hard deze. Ja, we gaan even op zoek naar meer. Ja. Moet lukken, hè? We gaan even naar die andere markt. Ja, die waren slecht, hè? Deze waren slecht. En deze hadden we. Nee, die hadden we. Oh, dit is kat 4. Dit is die kat 4. Hier. Nee. Nee, dit is die kat 4. Dat is P1. Dit is kat 4 dan. Precies. Precies zo. Van onder, dat is fucking ziek. Ja. Hij heeft alles op beeld. Zo ziet deze markt eruit. Kleding. Reden niet voor door en hier niks. Oh, niet? Kan niet open, man. Laat eens zien. Voordat hij komt. Al Capone. Ik heb aangekeken, Rick. Ja, toch. Dit is dus de markt, jongens. Loop maar door. Dit is dus die markt. Moet je kijken, jongens. Jongens, we vandaag een. Gaan we even naar het overdekte gedeelte. Want daar heb je ook nog vuurwerk. Ja. Hierachter zie je daar al 1.3. Je kan die zeker niet pinnen. Weet je, ik denk het niet, man. Niet? Hier zo nitraatjes. Kijk. Ja, wij kennen 20. Mooie markt. Kan je ergens skippen? Kom maar. Ja. En deze. Oh. Kijken? Dat is poem. Ja. Dat is poem. 5 inch. Ja, dat is poem. Kijk dit poem. Nou, dek. Oh ja. Zes hebben ze. Ja. Nog meer. Wow. Oké, ik ga erop leggen met smart coffee dan. Sorry? Met smart coffee dan. Draai hier poem weg. Mooi. Dat is een beetje. Morgen, die komen ja. Ja, we hebben 9 stunden. 9 stunden. Gevaren. Oké.
Okay. Ja jongen, ik ben gewoon jullie tolk gek. Dat van voor toch niet? Jawel, ja, wel. Dus je moet even je vinger overheen halen. Oh. Ja, ja. Ah, duidelijk. Hallo. 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 Hoi, Rip. Ja, nee. Is dat een probleem? Klein probleem? Je filmt me nog, man. Kijk deze jongens. Shell kitje. Film me nog. Lauw, hè? Ja, ziek dit. We zijn heel streng hier met filmen, jongens. Dus we moeten echt even voorzichtig zijn. Maar hier mag het tenminste. Cameraatjes, cameraatjes. Echt lijp. We hebben een hele tas geshopt. Heb je nog een wieldop nodig? Die blazen we even op straks. Zal ik er wel een roze meenemen? Ja, jongens, het ziekste hier op de markt is dus dat ze heel streng zijn op filmen. Je mag het absoluut niet doen. Dus daarom ben ik ook zeer voorzichtig. Ik film niet waar ze alles hebben en zo. Maar het is wel leuk om te zien dat er soms gewoon een koffertje naar beneden komt. En dat ze dan gewoon even shells en zo naar beneden halen. Zagen jullie net ook in de beelden? Ja, dat is deze markt hier. Hier waren we natuurlijk een paar jaar geleden ook al met Ruben. En toen zagen we dit ook al. Gruwelijk om te zien. Maar als je het aan mij vraagt, ga ik liever naar Polen. En dan gewoon in Polen gewoon naar de markt waar alles gewoon ligt. En hier op de markt. Niet normaal, man. Des gaat even onderhandelen voor een Shell pakketje. Ja, dus gewoon als je met je poten blijft staan. En ze zegt gewoon 15, dan gaan ze het ook eens omlaag. Ja, ziek, hè? Zeggen ze ja, is goed. Ja, man. Ik moet even oppassen voor mij, hè. Kijk, nu kunnen we filmen. Ja, jongens, we hebben even wat gehaald. Des, laat eens zien, tasje. Je hoeft niet erin te laten zien, hoor. Maar oké, dan doet hij toch even een showkitje. Hier zit nog vuurwerk. Al Capone. Hier zit vuurwerk. We hadden hier nog een pakje Dumbum. Dus lopen we nu naar buiten.